De kurkdroge humor van Philip Geubels maakte daarna heel veel goed. Hij pakte de jury moeiteloos in. Goedendag, ik ben de Philip. Ik ben 25 jaar. Ik ben van Antwerpen. Ik ben al getrouwd en ik werk in de Colruyt. Ja, het was niet mijn eerste keus, maar ja, in de beschutte werkplaats mocht ik niet beginnen. Ik had mijn uiterlijk niet mee, zei ze. Vrijwilligerswerk mag ik ook al niet meer doen. Ja, ik heb hiervoor altijd in een weeshuis gewerkt. Maar ik had dan voor te lachen zo eens een ouderavond georganiseerd. Ja. Die mannen die konden daar dan niet mee lachen. Maar, ja. Weeskinderen hebben eigenlijk echt geen gevoel voor humor, vind ik. Maar ik werk in de Colruyt. Weet je wat het ergste eigenlijk is in de Colruyt? Kinderen. Dat vind ik het ergste. En die lopen dus altijd van hun moeder weg. Hè? En dan 5 minuten later. Meneer, ik ben mijn mama kwijt. Uw mama komt niet meer terug, hè? Uw mama ziet u niet graag. Hè? Ik zie een keer zijn kist hulpvaardig geweest. Echt waar, er stond zo'n kleine alleen. Ik ga er naartoe. Ik zeg, waar is uw mama? Waar is uw mama? He, heel de winkel ermee rond. Je begon dan al in mijn handen te buiten en alles. Dan ben ik er nog voor aangeklaagd ook, want dat bleek dan een dwerg te zijn. Ja, het is allemaal niet gemakkelijk. Dwergen hebben eigenlijk nog minder gevolgen, he, maar dat is wijskunde. Goed, ik denk dat het is wat er 2 minuten zijn. Nee, ik vind het echt heel goed gedaan eigenlijk. Zeer ingehouden, goeie typeke, tenzij dat je zelf zo bent natuurlijk. Ja, een beetje uitvergroot, hè. Ja, ja. Nee, ik heb er heel hard mee moeten lachen. Ik hoop dat je dat kunt volhouden en dat je dat ook kunt waarmaken voor een publiek. Ja, zeker. Ja, nee, echt. Want deze is veel moeilijker als voor een publiek. Zet maar voor een publiek en dat gaat veel beter. Ja, zeg gerust. Ja, dat is toch volgende week, denk ik. Dank je wel. Dag, Philippe. Ja, fantastisch. Ja, Adriaan. Maar als die en ik zo iets van zijn eigen zo, dan schuilt er ook wel een gevaar in van een advertentie. En ze zijn content, ja? Ik ben content, ik had het eerder verwacht. Ja. Ik heb net op zo ijzig cool, hè? Dus zo, ja. Sorry. Nee, dat is heel goed. Geen emoties. Dames en heren, de man zonder emoties. Ik vond het heel goed, proficiat. Dank u wel.